Mijn man en ik zaten gezellig aan de keukentafel te kaarten, totdat er opeens gebeld werd. Ik ging de deur openmaken en het was iemand van Essent. Ik zeg, komt u weer even binnen? Graag, mevrouw, zei hij. Ik zeg, wilt u misschien een kopje koffie? Nou, zegt hij, ik zal eerst mijn verhaal maar eens vertellen, want ik denk niet, als u weet waarom ik hier ben, dat u mij nog koffie aanbiedt. Het is namelijk zo, we gaan over een week de stroom afsluiten bij u. De stroom afsluiten. Ja, mevrouw, zegt hij, er is al maanden geen stroom betaald. Ik denk, nou, hoe is dat mogelijk? Ik wist daar dus niets van. Mijn man regelt altijd die zaken. Hij is tenslotte belastingadviseur, dus dat laat ik allemaal aan hem over. Nu bleek dus dat we al maanden geen stroom hadden betaald en ook geen huur. Er lag al een hele tijd een stapel brieven waar ik niet aan mocht komen. Ik denk, daar ga ik nou eens even meteen in kijken. Die ga ik openmaken en eens kijken wat er aan de hand was. Het waren allemaal aanmaningen. Maar achteraf gezien, mijn man was beginnend dementerend. En daardoor heeft hij gewoon al die rekeningen niet betaald. Zowel niet de huur als de stroom. En toen was het nog maar afwachten of we hier nog wel konden blijven wonen. Ja, toen hebben we echt 3 jaar in de ellende gezeten. Ik ben meteen al die aanmaningen gaan betalen. Want ik denk, er staat geld genoeg op de bank. Want we hebben al die tijd geen geld uitgegeven. Dus dat moet makkelijk te doen zijn. Maar dat was dus helemaal niet zo. Er stond helemaal niets meer op de rekening. En mijn man wist ook helemaal niet meer waar dat geld was. Ja, ik weet wel dat hij heel makkelijk was om geld uit te lenen aan vrienden en bekenden. Maar daar hebben we ook nooit meer iets van gehoord of gezien. Ja, we hebben de auto weg moeten doen. Die konden we niet meer betalen. En verder moesten we natuurlijk ook vreselijk zuinig aan doen. Ik had amper geld om eten te betalen. Ik had me op een gegeven moment ook voorgenomen. Ik denk, ik sla gewoon eens een paar maaltijden over. Dat scheelt alweer. En trouwens, ik had ook helemaal geen zin in eten, ook door alle stress. Maar ja, ik woog wel nog maar 43 kilo. En dan ben ik in het ziekenhuis beland. En die dokters die zeiden ook, mevrouw, u heeft te veel op uzelf bezuinigd. Beetje bij beetje ben ik weer opgekrabbeld. Ik heb zelfs weer een auto kunnen kopen. Maar ja, nu gaat het weer slecht, want mijn man is 2 jaar geleden overleden. En nou blijkt dat zijn ex-vrouw recht heeft op een gedeelte van het pensioen. Mijn man zei dat ze van alles heeft afgezien, maar dat schijnt weer niet goed in het convenant van de scheiding te staan. Dus heeft zij recht op een gedeelte van dat pensioen. Maar nu komt het mooiste. Zij heeft nog een lening geleend, samen met haar man genomen. Die moet afbetaald worden. En dan vindt zij dat ik daar ook aan mee moet betalen. Maar dat is nu bij de rechter. En die moet maar beslissen wat er moet gaan gebeuren. Een vriend van me kreeg in de gaten dat het niet goed met me ging. En die is naar me toegekomen. En die heeft ervoor gezorgd dat ik huur- en zorgtoeslag kreeg. En ik ben in contact gebracht met een maatschappelijk werkster. Die heeft me ook fantastisch ondersteund. Die heeft contact opgenomen met alle instanties. Die heeft ervoor gezorgd dat ik een keurig stukje bij beetje mijn schuld kon aflossen. En nu gaat het inderdaad een stuk beter. Zonder die maatschappelijk werkster was ik nooit zo ver als dat ik nu ben. Nee, nooit. Wie denkt er nou aan het pensioen van de ex van mijn man, waar die al jaren geen contact meer mee heeft? Mijn man zei dat ze overal van afzag. En ik geloofde dat. Hij zat tenslotte in de financiën. Ik wist niet eens wat de stroom kostte. Maar ik heb wel alles tegen hem gezegd. Waarom betaal je die rekeningen die hier al iedere maand komen niet via die automatische incasso? Maar dat wilde hij niet. Ik zou altijd zorgen dat we samen de geldzaken en de papieren regelen. Want ik dacht altijd,
Hij heeft al zijn hele leven in financiën gewerkt. Die weet dat allemaal wel. Totdat hij dement werd. En toen ging het niet meer. Ik heb me er nooit mee bemoeid, maar dat zal mij nu ook nooit meer gebeuren.